Hoi, leuk dat jullie kijken. Nog maar een paar uur en dan is het jaar alweer om. En het is altijd even een mooi moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Maar ik vind altijd dat je niet te lang moet terugkijken. Je moet er wel van leren, dus je moet wel even terugkijken. Maar daarna natuurlijk wel naar de toekomst om te kijken wat je volgend jaar wil bereiken. 16 april 2012 heb ik mijn allereerste video geüpload. Dat begon eigenlijk gewoon een beetje als een uitprobeersel om te zien of ik het leuk vond. En het idee ontstond een beetje doordat ik op YouTube wel ging zoeken naar kapsels en inspiratie. En eigenlijk kwam ik heel weinig professionals tegen. Ik kwam ze wel tegen, maar dan voornamelijk Amerikaanse websites. Dus ik had wel zoiets, er miste wat. Dus ik wilde daar ook even gewoon mijn draai aan geven. Er waren heel veel meiden die kapsels lieten zien. Maar dat waren voornamelijk meiden die het gewoon leuk als hobby hadden. En ik miste gewoon echt gewoon wat professionals en daarom ben ik er een beetje mee gaan beginnen. Maar mijn eerste video's, als ik ze nu terug zie, oh, ze waren zo slecht. Vandaag laten zien hoe de visgraat vlecht moet. Het is een hele makkelijke vlecht. Hij heeft maar twee plukken. En het enige nadeel is dat hij niet zo stevig is als een andere vlecht. Er zat toen ook niet echt een lijn in wat ik deed. Ik nam gewoon wat video's op en als ik nu terugkijk naar de data dat ze geüpload zijn, zie ik dat er soms wel 2, 3, misschien soms wel 4 video's per dag geüpload werden. En dan bijvoorbeeld weer gewoon een hele maand niet. Dus het was echt gewoon puur, ja, een beetje all over the place. Als ik zin had, nam ik wat op. En eigenlijk ben ik pas sinds vorig jaar, dus nou, eigenlijk bijna precies een jaar, want volgens mij ben ik in december gaan beginnen met wekelijkse video's. En dat deed ik eerst elke zondag. En dat liep niet zo heel erg lekker voor mijzelf, omdat ik dan op zondagmiddag ging de video's opnemen. Dan ging ik ze editen en dan gingen ze aan het eind van de dag een beetje, ja, tegen de avond aan gingen ze online. Ik vond het zelf een beetje onlogische dag, omdat ik toch zoiets had, ja, als je wat met je haar wil doen, doe je dat in het weekend. En mijn video kwam dan online aan het einde van het weekend, dus dat leek me niet zo heel erg handig. En voor mezelf was het ook niet heel erg fijn, want als ik verjaardagen had of wat dan ook, dan kon ik daar dus niet heen. Want zondag moest ik dus echt thuis blijven om te filmen. En daar kwam ook nog eens bij dat als ik ziek was of een keer geen inspiratie had, dan had ik dus echt een probleem, want ik moest een video online zetten. En dat was wel eens lastig, want ik heb ook echt wel video's toen gemaakt die ik zelf niet zo heel erg leuk vond. Puur omdat ik geen inspiratie had. Je moet kapsels wel een beetje zien net als een kunstenaar. Je moet op dat moment wel een goed idee hebben. En later, ik geloof een beetje halverwege het jaar, als ik het goed zeg, ik denk een beetje maart, april, mei, ik weet het niet meer precies, ben ik de datum gaan verplaatsen, dus van elke zondag naar elke vrijdag. En dat bevalt echt een stuk beter. Ik neem nu ook wat van tevoren op, dus ik heb meestal in ieder geval 1 video op voorraad, maar de laatste tijd het liefste eigenlijk ook wel 2. Als ik dan een event heb of iets speciaals te doen heb, dan kan ik daar gewoon heen en hoef ik me niet druk te maken over mijn video's. Plus dat ik de kwaliteit heel hoog kan houden. Want op het moment dat ik een video heb opgenomen die ik niet goed genoeg vind, dan ben ik rustig in staat die te verwijderen en dan ga ik het overnieuw doen. Dus ik vind het wel heel erg fijn dat ik nu die mogelijkheid heb. Dat ik gewoon goed vooruit kan werken. En dan kan ik jullie ook gewoon de beste video's geven. Ik heb even een compilatie gemaakt van mijn video's. Eigenlijk een beetje vanaf de eerste tot en met nu ongeveer. Zodat jullie een beetje kunnen zien hoe het is veranderd. Niet alleen zijn de kapsels en de manier hoe ik mijn video's maak heel erg veranderd, maar ik zelf ook. Het scheelt 10 kilo vergeleken bij de eerste video's en zie ik echt onwijs goed in mijn gezicht. Het is heel gek. Het lijkt bijna of ik niet naar mezelf kijk, maar naar iemand anders. Wat ik het meestal doe, ik doe er vaak 2 dagen mee. Want op de zij- en achterkant slaap je, dus de knop blijft helemaal mooi. Heel nonchalant. En langs de andere kant de gedraaide pluk. Ook helemaal mooi stijlen. En zelfs met krullen doen. En je ziet dat je dan echt wat volume hebt. Als ik nu kijk naar mijn YouTube-kanaal, dan heb ik in het afgelopen jaar ontzettend veel groei gezien. Sowieso in het aantal abonnees en het aantal views, maar ook in het aantal berichten die ik van jullie krijg. En ik ben jullie daar zo dankbaar voor. Ik zeg het wel vaker, maar ik vind het zo moeilijk om het echt over te brengen. Maar het is echt waar. Ik praat natuurlijk elke dag tegen de camera. En ik vind het dan zo ontzettend gaaf om van jullie de foto's te zien, dat jullie thuis kapsels geprobeerd hebben. En ik vind het ook gewoon mooi om te zien hoe jullie het ervaren. En ik zie dan ook echt berichten terug dat jullie bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen hebben. Of dat jullie hele lieve complimenten krijgen over je haar. En dat doet mij ontzettend veel goeds, want daar doe ik het voor. Kijk, het is leuk dat we met glamour bezig zijn en glitter. En ik zal de laatste zijn die je daarin remt. Want ik heb het wel vaker gezegd, ik vind dat Nederland veel te nuchter is. Het mag best wel wat meer glamour allemaal.
Maar probeer wel te onthouden inderdaad dat dat niet de basis is van alles. De basis is natuurlijk dat je je goed voelt van binnenuit. En dat klinkt zo cliché, maar het is gewoon waar. Als je je goed voelt, dan zul je ook zien dat alles om je heen positiever is. Als jij natuurlijk mensen positief benadert, dan zullen ze dat ook bij jou doen. En daarom vind ik ook wel dat we elkaar allemaal moeten helpen. Ik ben tot nu toe, moet ik zeggen, echt ontzettend blij met jullie allemaal. Want ik heb echt zelden negatieve berichtjes. En als er dan één op staat, dan negeer ik die gewoon lekker. Maar opbouwende kritiek is natuurlijk altijd goed. Maar ik bedoel, echt kwetsende dingetjes heb ik gelukkig niet gehad. En ook jullie onderling zijn ontzettend lief voor elkaar. En daar ben ik wel heel blij mee, dat jullie allemaal elkaar willen helpen om verder te komen. Ik zie mijn groep abonnees echt als een soort familie, weet je wel. We zijn met z'n allen bezig om er iets leuks van te maken. En ik ben wel heel erg blij dat jullie diezelfde mening hebben. Dat zie ik echt overal in terug. Ook als er bijvoorbeeld een vraag komt van iemand of iemand zit ergens mee. En ik heb nog geen tijd gehad om dat te beantwoorden. Dan zie ik vaak al dat een van jullie bijvoorbeeld diegene al beantwoord heeft. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te zien. Dat we dus met elkaar bezig zijn om iets moois te creëren. En ik hoop dat dat in 2015 alleen maar meer wordt, alleen maar beter wordt. En dat we gewoon samen er gewoon een ontzettend gaaf jaar weer van kunnen maken. En dat we gewoon gaan zien dat er steeds meer mensen meedoen in deze gezellige familie. En ik hoop natuurlijk in 2015 dat we hier gewoon lekker mee door kunnen gaan. Dat we als één grote familie gewoon lekker met elkaar bezig kunnen zijn om gewoon weer nieuwe ideetjes uit te werken. Elkaar te inspireren, elkaar tips te geven. Nu ben ik heel erg met beauty natuurlijk bezig altijd, maar ik hou ontzettend van psychologie. En ik hoop dan ook in het nieuwe jaar dat ik daar iets meer mee kan gaan doen. Dat we iets dieper af en toe in kunnen gaan op onderwerpen. Omdat ik het gewoon voor mezelf niet compleet genoeg vind als we alleen maar naar de buitenkant kijken. Ik vind het gewoon ook ontzettend belangrijk dat we gewoon zorgen dat we ook van binnenuit goed voelen. En ja, ik krijg nog steeds wel eens berichten van meiden die bijvoorbeeld gepest worden of wat dan ook. En het is gewoon zonde om zo onzeker te zijn en je zo slecht te voelen. Dus daarom hoop ik gewoon op deze manier dat we elkaar daarin kunnen helpen. Dat als iemand een foto plaatst met een kapsel die ze hebben geprobeerd bijvoorbeeld. Dat daar gewoon inderdaad leuke, lieve reacties op komen om elkaar te helpen dat zelfvertrouwen een beetje omhoog te krijgen. Als ik kijk naar afgelopen jaar en wat de kenmerkende punten zijn geweest in dit jaar, dan is één daarvan absoluut dat mijn video te zien was in de GTS-quiz. Ontzettend gaaf om Ruud Veldkamp mijn naam te horen zeggen. En een heel klein stukje van mijn video was erop te zien. Ja, en sinds november heb ik me ook aangesloten bij een YouTube-bureau, Social Influencers. Dat is het bureau waar ook Masha bij zit, Rutger Vink zit erbij, Cynthia, Miss Lipgloss, Diana van Dies voor Dessel. En nog veel meer mensen. Ze werken met allemaal creators, want dat is eigenlijk wat we hier doen. We creëren iets natuurlijk. En ik ben heel benieuwd wat het nieuwe jaar gaat brengen. Tot nu toe ben ik ontzettend blij met mijn keuze die ik heb gemaakt. Ik was al benaderd door andere bureaus die met mij wilden samenwerken. Ik ga daar even geen namen over noemen, maar die zaten heel erg in de gamehoek. En dat was toch niet helemaal mijn ding. Ik had zoiets van, ik wil wel een bureau hebben die weet wat ik doe en die snapt wat ik doe. En ja, sorry, maar ik denk dat ik level 1 van Minecraft nog niet eens uit kan spelen. Laat staan überhaupt eraan beginnen. Dus ik had zoiets van, dat lijkt me gewoon niet handig. Dus ik heb wel wat gesprekken gehad, maar die heb ik eigenlijk allebei aardig aan de kant geschoven. En social heb ik zelf benaderd, ben ik langs geweest en dat klikte meteen ontzettend goed. Ik had er meteen ook een goed gevoel bij. Helemaal natuurlijk omdat hun al met beautybloggers werken. Ze werkte nog niet met kapsters, dus dat is wel heel leuk dat ik daar natuurlijk anders in ben hier op YouTube. Maar ik had wel het idee, hun zitten echt in de categorie waar ik ook in werk. Dus hun snappen wat ik doe, hun snappen de video's. Dus daarom vond ik het heel fijn om dan met hun in zee te gaan. En we gaan zien wat het nieuwe jaar gaat brengen in ieder geval. Zij gaan er in ieder geval voor zorgen dat mijn YouTube er heel mooi uitziet. Dat de banner mooi wordt en dat soort dingetjes. Dus dat gaan jullie wel weer zien in het nieuwe jaar. Dat er misschien wat kleine dingetjes gaan veranderen aan mijn video's. Vooral de intro en de outro worden mooier. Maar ja, alleen maar positief lijkt me zo. Ik heb 30 november ook op het I Love Beauty event gestaan van Cynthia en Miss Lipgloss. Ontzettend gaaf ook om te doen een workshop vlechten. Voor allemaal meiden. Echt ontzettend leuk om te doen. Een hele leuke middag. Ook lekker op de beurs rondgelopen. Dus absoluut een topdag gehad. En dit jaar, wat ook veranderd is, is dat ik nu in de avonduren trainingen geef aan professionals. En ik geef hun trainingen opsteken en vlechten.
Tot nu toe is het dat, maar ik wil ook best andere dingen doen. Ik zit niet heel erg vast aan één ding. Het zou net zo goed een knip of een kleurtraining kunnen zijn. Maar ik moet zeggen dat ik dit ook ontzettend gaaf vind, omdat ik nu de kennis die ik heb kan overdragen. En professionals werken is natuurlijk weer net wat anders, dus je kunt net een stapje verder gaan. Je kunt wat meer van ze eisen. Het is natuurlijk aan de andere kant ook weer een heel kritisch publiek, maar ik vind het wel ontzettend leuk om te doen. En helemaal als ik naar de hand hoor dat sommige meiden zich echt hebben doorontwikkeld en er echt heel, heel goed in zijn geworden. Dat vind ik ontzettend leuk, omdat je dan ziet dat er echt, ja, er komt wat uit. Je laat zien dat je iemand kunt helpen. En als diegene dan geïnspireerd raakt en de volgende keer foto's doorstuurt van kijk eens wat ik allemaal nu kan. Ja, dat vind ik ontzettend gaaf om te zien. Daar krijg ik zo'n kick van. En al is het er van een groep van 10, al is het er maar 1. Maar dan heb je in ieder geval weer een verschil gemaakt in iemands leven. En dat vind ik al beloning genoeg. Dat is de moeite waard. Nou, en zoals ik net al zei, je moet altijd wel een beetje terugkijken naar het afgelopen jaar, omdat je er wat van moet leren. Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Wat kan anders volgende keer? Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. En probeer van de negatieve dingen wat te leren, maar probeer ze niet de overhand te laten nemen. Kijk vooral naar de positieve dingetjes. En wat je vaak ook wel ziet is bijvoorbeeld als iemand vervelend tegen je is geweest, dat mensen dan zeggen, nou dat ga ik onthouden, want dat pik ik niet. Als ik diegene ooit wat terug kan doen, dan zal ik dat zeker doen. Dat is zonde van je energie. Probeer het juist om te draaien. Als iemand wat goeds voor je heeft gedaan, probeer dat dan te onthouden. En op het moment dat iemand jou nodig heeft, dat je dan wat goeds weer terug kan doen voor diegene. En ik ben er zelf altijd mee bezig. Ik onthoud alles. Dus als iemand mij een goede kans geeft of in mij gelooft, dan zal ik diegene ook echt helpen waar nodig. En dan ben ik echt iemand die daar heel trouw in is. Ik zal dan niet vergeten dat iemand mij geholpen heeft. En op het moment dat diegene hulp nodig heeft, doe ik dan wat voor diegene terug. Dat is denk ik het ultieme gevoel wat karma ook heeft. Dat je wie goed doet, goed ontmoet. En dat vind ik absoluut. Dus negatieve dingen probeer ik een beetje naast me neer te leggen. Die mensen geef ik dan gewoon geen aandacht meer. Dus ook geen negatieve aandacht, gewoon geen aandacht. En de mensen die positieve dingen voor mij doen, die wil ik dan absoluut helpen om ja, waar ik kan. En dat zien jullie misschien ook wel in mijn video's. Dat er bedrijven zijn waar ik graag mee werk. Waar ik een hele warme band mee heb. Nou, als ik kijk naar opleiding. Ik heb mijn opleiding gehad, zoals jullie misschien al weten, aan de Nederlandse Kapsacademie. En ik koester die opleiding, die kennis die ik daar heb opgedaan, zo ontzettend. Ik heb het wel vaker gezegd. Ik vind het echt de beste opleiding van Nederland als het gaat om kappersopleidingen. Ik heb ook heel lang gedacht van, oh, ik heb geen geld, dus ik kan geen opleidingen doen. En toen op een gegeven moment toen dacht ik van, ja, maar dan leg ik me heel erg neer bij iets van, nou ja, het kan helaas niet. Als ik ooit geld krijg, dan ga ik een opleiding doen. Toen dacht ik, waarom ga ik niet nu beginnen, weet je wel? Ga gewoon naar bol.com en bestel een boek van 15 euro die jou interessant lijkt. En ga daar gewoon mee beginnen. Op die manier ben ik bijvoorbeeld boeken gaan lezen, bijvoorbeeld self-branding en al dat soort marketingboeken en dingen heb ik gewoon online besteld op bol.com en ik ben dat gaan lezen. Op die manier heb je eigenlijk een soort gratis studie, tenminste 15 euro dan. En je verrijkt jezelf, je verrijkt je kennis en dat vind ik zo ontzettend belangrijk. Je zal merken dan dat je meer energie krijgt. Je voelt je beter, je voelt je vrolijker omdat je weer wat aan het doen bent, weet je wel. En wat ik net zei, al doe je er nooit meer wat mee. Maar het is gewoon fijn dat je die kennis hebt, dat je daar wat mee kunt gaan doen. Nou, ik ben alweer veel te veel aan het kletsen. Deze video wordt alweer veel te lang, dus ik zal het afronden. Voor 2015 hoop ik dat we het ontzettend leuk gaan hebben. Dat het echt een topjaar wordt, waarin we hele gave dingen met elkaar kunnen gaan delen. Hele leuke dingen kunnen gaan beleven en kunnen doen. En dat we gewoon allemaal gelukkig zijn en het gewoon leuk hebben met elkaar. Voor vanavond, ja, hoop ik gewoon dat jullie een ontzettend leuke, gezellige avond hebben met mensen waarvan jullie houden. Voorzichtig met vuurwerk. En ja, het is toch altijd weer een beetje gek gevoel als een jaar weer voorbij is. Maar laten we gewoon zeggen dat 2015 nog beter wordt dan 2014. En gewoon er met z'n allen weer een topjaar van maken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het afgelopen jaar, voor alle lieve berichtjes. En nou ja, laten we volgend jaar gewoon weer doorgaan zoals we nu bezig zijn. En dan komt het vast helemaal goed. En ik zie jullie heel snel weer volgende week vrijdag met een nieuwe tutorial. Bedankt voor het kijken. Doei!